Ja, ik ben ja. Ik ben gewoon niet verder in de spijt. Ja. Zit je goed? Ja, toch. Waar ga je heen? Oké, de auto is ingepakt. We vertrekken naar Zuid-Frankrijk. Kom maar op met die regen in Nederland. Wij gaan naar de zon. Doei doei! Nou. Ondertussen zijn we 2 dagen onderweg richting Zuid-Frankrijk. We dachten we houden jullie eventjes op de hoogte van onze ervaringen tot nu toe met deze fantastische 508 Station. Zeker hier in het zuiden van Frankrijk heb je natuurlijk aardig wat hoogteverschillen. Maar daarvoor zorgt de achtertrapsautomaten dat je daar als een zonnetje doorheen rijdt. Het is super handig, want je hoort ook bijna de motor niet. Het rijdt zo makkelijk. Maar één nadeel is dat natuurlijk. Want je rijdt snel te hard omdat je de motor niet goed hoort. En dat willen we natuurlijk niet. Maar gelukkig hebben we daarvoor de cruise control. Die zorgt ervoor dat wij op snelheid blijven en niet te hard gaan rijden. En dat is natuurlijk ideaal hier met hoogteverschillen. Je hoeft niet extra gas bij te geven als je de berg op wil. En gelukkig ook niet af te remmen als je de berg weer afgaat. Want dat doet de auto ook nog vanzelf. Dat in combinatie met de cruise control is natuurlijk super. En met de adaptieve cruise control helemaal fijn. Want die bepaalt de afstand met je voorligger. Zodat je niet constant hoeft bij te remmen. Je kan zelfs nog uit 3 standen kiezen, waardoor je de Peugeot helemaal op je eigen rijstijl kan aanpassen, waardoor het echt gewoon fantastisch rijdt. Daarom hebben wij besloten nog eventjes door te rijden en uiteraard gaan we jullie op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer!